Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Het is weer het einde van het jaar, dus ik heb een deel van waar ik mee bezig ben geweest is op de baan of voor de baan of rondom de baan gezet. Het is oudjaarsdag zelf, dus dit gaat vanavond live, dus af en toe hoor je wat explosies buiten. Mensen zijn goed aan het knallen. Het was eind februari dat ik een video heb gemaakt dat ik op 500 subscribers zat. En inmiddels zit ik op 761. Dus het gaat hard. Deze lockdown is voor heel veel mensen heel vervelend. Alleen voor mijn kanaal doet het eigenlijk wel wat goed. We begonnen dit jaar met de PTT Post en de Roco Clean. En de blokdetectie die het eindelijk deed. En vrij snel daarna kwam de Ludmilla. En dat is toch wel een van de meest gereageerde filmpjes. Met name van mensen die hem ontzettend lelijk vonden. Dus ik heb hem daarom ook lekker prominent in beeld gezet. Want, zoals ik geleerd heb van YouTube, elke reactie is een interactie. En dat maakt je filmpjes beter bekeken. Ik ben natuurlijk bezig geweest met mijn Lilliput, maar die is inmiddels verkocht. En ik ben daarna vervolgens doorgegaan met de Kato Vlien Hamburger. Op dat moment had ik een probleem dat de overgang tussen de bakken ontbrak. En daar heb ik wat met tape gedaan. Nu heb ik daar een 3D geprinte kap voor. Maar hij kan nog steeds niet door de bochten heen. Dus het is nog steeds niet helemaal hoe het moet zijn. Dat komt misschien door dat ik wat onderdelen heb moeten lijmen. En dat die wat verlijmd zijn. Een ander groot project was de Holland Rail DE2, die rode die daar staat. Die had ook problemen met de bochten. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet getest op de bovenbaan. Ook omdat de bovenbaan op dit moment sowieso niet helemaal goed loopt. Daarna kwamen natuurlijk een aantal NS Radeon 6400. Die staan er verstopt achter de stoomloks. En die kwamen eigenlijk als een verrassing de een na de ander. En ze zijn een veel betere vervanging van de Lilliputs. Dus die Lilliputs die gaan daarom ook langzaam uit de collectie. Vrij snel daarna kwam er nog een sprinter op het pad. Die had ik al één, nu heb ik er twee. En ik kan ze ook gekoppeld laten rijden. En een BR23 die ook bij het zijn mooi in het midden staat. Dat is die grote stoomlok. Ik heb nog gewerkt aan 22-2300. Ik heb nog gewerkt aan mijn ICE 3M, dat die nog wat beter reed. Maar goed, zoals je ziet, het staat al aardig vol. En alleen al het opstellen van de hele ICE hier, dan moet ik zo ver naar achter dat je geen enkele andere trein meer ziet. En ik ben natuurlijk dit jaar bezig geweest met de baan zelf. Het is nog niet zo heel ver gevorderd, maar dat komt dus ook omdat ik problemen heb met de overgangen tussen de bakken. De rails sluit niet goed aan of op het punt waar nu alle treinen staan, daar is de hoek tussen het rechte deel en het schuine deel veel te scherp. Ik ben aan het proberen dat op te lossen. Het is nog niet helemaal gelukt. Ik merk het met name met een paar treinen die volgend jaar langzaam komen, dat daar echt een probleem zit. De achterste bak verschuift dus ook nog regelmatig, waardoor de sporen niet helemaal aansluiten. Ik denk dat ik iets met klemmetjes ga doen of ik weet het nog niet helemaal. Misschien het houtwerk wat bij schaven. En wat me ook opvalt is dat als de rails gewoon op de platen ligt is het goed. Maar leg ik er een boel grind omheen en dan maakt het een ontzettende herrie. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat dit het gewoon niet gaat worden. Dat ik helemaal opnieuw ga beginnen. Maar goed. Er zit op dit moment nog te veel probeersels in. Ik probeer liever nog wat dingen met deze baan nu toch niet werkt. Dan dat ik hem nu al af ga breken en daarna een nieuwe neerleggen die het ook niet doet. Overigens, de rails zit gewoon vast met houtlijm dat goed los te maken is. Dus die ga ik sowieso hergebruiken. De andere dingen die langskwamen waren de lichtseinen die nu ook mooi op groen staan. De DB 212 en een Synthes Lint. De Lint staat mooi verscholen achter de Ludmilla. En de 212 achter de
vliegende hamburger. Ik ben ook druk bezig geweest met mijn Relion 189, waarvan er dus ook weer één te koop staat. Om daar een paar mooie van te maken. En ik had die andere stoomlok die daar staat, de DB65, met een verrassing namelijk. Er zat een Soundtech-coder in. Ook een eervolle vermelding krijgt de Axe-locomotief, die ook veel gemengde reacties gaf. Ik vind het mooi om mee te rijden met mijn van wagons. Dan krijg je een lekkere kleurrijke bedoeling op je baan. Ik ben ook bezig geweest met die DigiKeys. Dat was ook matig succes. En ik heb 3 Deutsche Bahn en IC-wagons gerepareerd. En zoals je ziet, er staat er maar 1. Want de andere 2 liggen nog steeds in stukken. Want ik heb geen veertjes om ze om de koppelingen te doen. En gezien de toestand van deze van de rest van de wagons moet ik waarschijnlijk het een en ander vast gaan zetten en vast gaan lijmen. Dus ik kan pas alles gaan monteren als die veren er zijn. En ja, die komen natuurlijk uit China. Dit jaar 50 filmpjes gemaakt. Die niet 49 publiek, moet ik daarbij zeggen. En een aantal daarvan waren dus niet eens gerelateerd aan het repareren van iets. Maar toch, zoals ik zei, de lockdown zorgt in ieder geval voor een hele duidelijke piek in de kijkers. Waar ik vorig jaar rond deze tijd per week 1500 kijkers had, zijn er dat nu bijna 2000. En dat telt wel op. Het meest bekeken filmpje dit jaar is een filmpje van vorig jaar over deze klimspiraal. Dit jaar heeft dat 4600 weergaven gehad. Nummer 2 is de oude Fleischmann-wissels, ook van 2020. En die heeft 1700 weergaven gehad. Een andere populaire is het digitaliseren van een NS 1823 van Roco. En dat is een filmpje uit 2017. Dat is ook het oudste filmpje wat in het lijstje staat. Oh ja, misschien die Anna die achteruit reed, die was ook wel populair. Maar geen filmpjes van 2021 die dit jaar in de top 10 staan. En dat komt met name doordat die oude filmpjes op meer plaatsen al gelinkt zijn. Want die hebben gewoon meer bereik in die zin. 7,5% van mijn verkeer kwam van Beneluxspoor.net. En het forum daar is een hele goede plaats voor als je iets wilt weten over openmaken van locomotieven, digitaliseren van locomotieven of je treinbaan. Er zitten daar ontzettend veel mensen die ontzettend veel weten. Dus ik zelf ga daar ook vaak naartoe om te kijken hoe ik iets moet doen voordat ik eraan begin. Omdat ik liever daar rondkijk dan iets openmaak en het kapot maak. Maar het laatste natuurlijk nog een rondje. Wie zijn mijn kijkers? Nou, dat zal je niet verbazen dat nog steeds maar 1,1% van de mensen die kijkt vrouw is. En 98,9% van de kijkers man. De grootste groep kijkers is 65 jaar en ouder. 37,7. De tweede groep is 55-64. En daarna is het een beetje verdeeld. De groep 18 tot 24 springt er wel een beetje uit. Want tussen de 25 en 34 jaar kijkt er niemand. Het grootste deel van mijn kijkers zijn ook niet geabonneerd. Hebben ook geen melding ingeschakeld. En kijken dus, weten dus niet wanneer er een filmpje komt. En zien het vanzelf langskomen. Bijna iedereen komt uit Nederland, dat is mooi. Een deel uit België, dat is ook mooi. En daarna komt er nog een heleboel kleinere percentages van mensen die komen uit landen buiten Nederland. Sommige zijn Nederlanders die daar naartoe gegaan zijn en sommige komen nog voor de Engelstalige filmpjes. En de best bekeken momenten zijn woensdagavond, dat is toch ook wel leuk, maandagavond. En natuurlijk vrijdagavond, maar niet op het moment dat ik mijn filmpjes live zet. Dus misschien moet ik eens een keer gaan kijken om dingen op woensdagavond neer te gaan zetten. Hoewel YouTube zelf zegt, dat maakt niks uit voor het aantal kijkers. Een tijdje even geen filmpjes maken. Ik denk dat me dat goed zal doen. Even wat aan het rommelen met de baan. Hopelijk wat problemen oplossen rondom die overgang. En
daarna eens kijken wat ik ga oppakken. Want zoals gezegd, het ritme van elke week een filmpje maken, het is best een zwaar ritme. Het is een zekere druk en dit is geen werk en dat wil ik er ook niet van maken. Dus ik heb genoeg verhalen gehoord van YouTubers die daadwerkelijk succes hadden, maar daar ook ontzettend veel moeite mee hadden met alle druk die erbij komt kijken, omdat het uiteindelijk je inkomen is. Voor mij is dat niet. De advertenties die hier staan krijg ik niks van. Dat gaat allemaal naar YouTube. Ik heb niet genoeg kijkers, niet genoeg abonnees om daarvoor in aanmerking te komen. En dan nog is dat kruimelwerk. Ik hou gewoon mijn dayjob aan en dit is de hobby en dat moet het ook blijven. En met dat wens ik jullie allemaal een heel prettig 2022 en ik hoop jullie allemaal binnenkort weer te zien.